We gaan in Photoshop een plakje kaas maken. Ik begin met een nieuwe laag te maken. Vervolgens kies ik het rechthoekige selectiegereedschap en ik sleep een rechthoekige vorm. Dat wordt mijn plakje kaas. Ik kies een goudgele kleur uit. En om deze kleur toe te passen in het geselecteerde vlak gebruik ik de toetscombinatie Alt-Backspace. Met Alt-Backspace gebruik je de volgende kleur. De selectie heb ik niet meer nodig. Schakel ik uit via deselecteren. Pak het verplaatsgereedschap. En vervolgens ga ik een filter, of beter gezegd een effect, toepassen. Ik dubbelklik naast het woordje laag 1 en daarmee roep ik het laagstijlenpalet op. Ik kies schuine kant relief en ik stel het zodanig in dat ik een mooie, zo ietsje extremere, schuine rand krijg en dat je ook een relief ziet ontstaan. Bovendien ga ik nog een slagschaduwtje eraan toevoegen. Ook dat geef ik wat extremer effect. Ik zal de dekking ietsje terugdraaien en de grootte ook iets groter maken. Goed, we zien nu het effect toegepast worden op deze rechthoek. Ik zoom ook even wat in. Vervolgens ga ik hier gaten in maken. Ik gebruik daar simpelweg het gummetje voor. Ik stel het gummetje in op een bepaalde grootte. Even passen, prima. En ik zet de hardheid op 100%. Wanneer ik nu in het rechthoekje klik, dan zie je dat ik op die manier een gat maak in de vorm. En zo bouw ik mijn plakje kaas. Pas nog eventjes de grootte weer aan en verschillende variaties. Simpele techniek. Met behulp van het effectenmenu, of beter gezegd het laagstijlenmenu, kun je dit soort dingen heel snel maken.